Als Enstra's biecht aan de recherche waar is, zou ook zijn voormalige beschermer Willem Holleder zich inmiddels aan hem hebben gemanifesteerd als een rücksichtloze afperser. Het zwaard is tegen hem gekeerd. Enstra, die, zoals we eerder lieten horen, het gebruik van geweld niet schuwt, probeert een uitweg te vinden. Zo komt uit de Enstra-tapes naar voren. Hij benadert daarom Hells Angels-president Big Willem om Holleder op te ruimen. Maar de tentakels van huisvriend Holleder reiken ver bij de motorclub. Het snode plan komt vroegtijdig uit en luidt de val in van de Hells Angels-leider, die door zijn kameraden oneervol wordt afgezet. De pijlers onder Enstra's onderwereldimperium beginnen weg te zakken. En tegelijkertijd roert ook de bovenwereld zich. De gerespecteerde zakenman valt van zijn sokkel na het verschijnen van het Telegraafartikel, waarin Enstra voor het eerst de bankier van de onderwereld wordt genoemd. Alle gerenommeerde banken en financiers weigeren daarna nog langer zaken te doen met Enstra. De foto van Enstra en Holleder in de quote 3 maanden later levert hem de doodsteek op. Willem Enstra zit dan definitief klem, gevangen tussen de twee werelden waarbinnen hij jarenlang zo handig manoeuvreerde. De onderwereld wil geld zien, de bovenwereld wil hem dat niet meer voorschieten. Enstra ziet nog maar 1 oplossing, schoon schip maken. In het bloedige Monopoly-spel dat hij jarenlang speelde moet zijn speelkameraad Willem Holleder, koste wat het kost de kaart, ga direct naar de gevangenis krijgen, zo lijkt het. Enstra gaat te biecht bij de CIA. Willem de Zwijger doet zijn mond open. En hoe? Willem Holleder is volgens hem de afperser van een aantal zeer grote vastgoedondernemers en de grote man achter zeker 25 van de liquidaties. In de uitgewerkte gesprekken zegt Willem Enstra tegen de regisseurs: ik had heel graag dat jullie een plannetje bedachten. Iets, gewoon een complotplan. Dat gaan we ook doen. Een slim plan. En ik ben, begrijp je wat ik bedoel? Ook al liegt Enstra op bepaalde punten, hij zal niet voor de grap naar de politie zijn gelopen. Kunt u zich voorstellen dat hij angst, enorme angst voor uw cliënt had? Ja. Kijk, dat is voor mij moeilijk te beoordelen. Ik kan in zijn algemeenheid alleen zeggen dat een heleboel mensen angst voor mijn cliënt hebben. Niet omdat ze daar ook reden voor hebben, maar door de mythevorming en beeldvorming die van mijn cliënt ontstaan is en ook bewust in het leven is geroepen door justitie. Hoe dat tussen Enstra en Holleder zat, dat kan ik niet precies beoordelen. Maar het feit dat hij met de CIA heeft gesproken, dat kan heel goed voortkomen uit weloverwogen eigenbelang. Willem Enstra, slachtoffer of dader? Ja. Als de nu opgedoken nieuwe gegevens 1 ding laten zien, dan is het wel dat Willem Enstra niet zozeer geportretteerd moet worden als een weerloos slachtoffer, maar meer als iemand die zelf volop meedeed in het gevaarlijke misdaad-monopoliespel. De openbaringen van Willem de Zwijger bevatten op een aantal punten aantoonbare leugens. Wellicht voortgekomen uit angst, dat kan heel goed. Maar waarschijnlijk ook met als doel om Holleder onschadelijk te maken en zijn eigen rol in de onderwereld zo klein mogelijk te houden. Zo is mijn conclusie. En als dat zo is, dan is de vraag wat zijn verklaring nog waard is in het komende proces tegen Willem Holleder. Daarover zullen de rechters een uitspraak moeten doen. Maar 1 ding is wel duidelijk. Het spel, dat is nog niet gespeeld. En met deze vaststelling besluiten we onze uitzending van vanavond. Volgende week zijn we weer met een heel ander dossier. Kijkt u dan ook en denk eraan, houd uw hoofd koel. Hou je hoofd koel met alles wat je doet. Hou je hoofd koel, joh, en dat doet je goed.
hou je hoofd koel. Ook al heb je stress, sluit je op in jezelf en fuck de rest. Hou je hoofd koel met alles wat je doet. Hou je hoofd koel, joh, en dat doet je goed. Hou je hoofd koel, ook al heb je stress, sluit je op in jezelf en fuck de rest.